komt. Wie zijn deze onwijs goed geklede mannen? Ik ben Arnold Vasseur en dit is Robert Jankanis. En wij zijn van de Bluegrass Boogeyman. De Bluegrass Boogeyman, jullie spelen Bluegrass. Wat is precies Bluegrass? Bluegrass is een rootsstijl muziek, akoestische muziek. Van oorsprong uit Amerika. Dus eigenlijk voortgekomen uit de Schots-Ierse volksmuziek. Vermengd met bluesmuziek die in de Appalachen zeg maar een soort ontstaan is. En uiteindelijk heeft Bill Monroe daar in de jaren 40, halverwege de jaren 40, een stijl voor ontworpen. De Bluegrass muziek. En hebben jullie zelf ook roots in de bluegrass? Of hoe is de bluegrass tot jullie gekomen? Nou, we zijn eigenlijk elk op onze eigen manier begonnen met muziek maken. Maar uiteindelijk, rockabilly muziek sprak ons aan. Ergens eind jaren 70, begin jaren 80. En van daaruit zijn wij gaan graven in de geschiedenis van die muziek. En kwamen we uit bij Bill Monroe. En toen waren we verkocht. Het bestaat voornamelijk uit covers uit de jaren 40, 50 zo. En inderdaad ook vooral de laatste plaat voornamelijk eigen nummers. Ja. En wat staat er voor komend seizoen op het programma? Wij zijn bezig met een nieuw album op te nemen op Excelsior Recordings. En daar zijn we nu heel druk mee. Ja. Ja, want jullie spelen all over the world, heb ik begrepen. Ja, de lange tourneetjes, zeg maar, dat is eigenlijk, dat doen we niet zo vaak meer. Want we hebben allemaal gezinnetjes. En, dus dat wordt logistiek wat moeilijk. Maar dus? Dus bijvoorbeeld Amerika gingen we vaak heen. De laatste keer is alweer 2 jaar geleden of zo. Maar de toertjes in Europa, ja, dat beperkt zich meestal tot een paar dagen tegenwoordig. Maar we zijn gelukkig druk zat in Nederland zelf. Dus, Want Nederland kan wel wat extra bluegrass gebruiken. Altijd. It's too bad. It's too bad. It's too good. It's too good.